leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Ik ga jullie namelijk de voor- en nadelen vertellen van een eigen stal hebben. Want heel erg veel mensen denken natuurlijk dat het ontzettend leuk is. En het is ook ontzettend leuk. Maar er zitten ook een hoop nadelen aan. En die wil ik ook graag met jullie bespreekbaar maken. Want het is natuurlijk heel erg leuk om een eigen stal te hebben. Maar er zitten ook heel veel nadelen aan. En vandaag ga ik al jullie voor- en nadelen die ik zelf kan verzinnen, ga ik met jullie delen. Beginnen met deze video wil ik nog even vertellen dat ik nu met een andere camera film. Misschien zie je het ook wel aan de kwaliteit. Het is maar echt een stukje beter. Dit is de camera van mijn vader. En ik kwam er dus laatst achter dat ik ook met deze camera zou kunnen filmen. Dus ik ga hem af en toe gewoon erbij pakken voor dit soort video's. Want deze camera is veel te groot om mee te gaan vloggen. En als hij valt dan heb je echt wel een groot probleem. Want hij is heel zwaar, groot en best duur. Dus ik heb natuurlijk gewoon een vlogcamera. En ik kan nu gewoon met deze camera ook filmen. Het tweede dingetje is dat jullie allemaal eventjes op de website Zoobio moeten kijken. Want ik vind deze website ontzettend leuk. Het is een Nederlands en een Duits website. Ja, je hebt ze in het Nederlands, maar ook in het Duits. En er zijn ontzettend veel leuke paardenspullen op. En het is een soort van een gradi. Maar dan ja, net heel even wat anders. Er staan op dit moment heel erg veel leuke spulletjes voor je paard, zoals shampoos en likstenen en allemaal soort voer en bodembedekking. Dus als je graag wat meer dat soort paardenspulletjes wil kopen voor een wat betaalbare prijs, moet je zeker even op het website Zoobio kijken. En dan gaan we nu verder met de video. Ik heb 16 voor- en nadelen bedacht en die ga ik nu met jullie delen. De eerste is een nadeel en dat is eigenlijk dat je heel erg vaak alleen op stal bent. Als je een kleine stal hebt, dan zijn er vaak ook niet zoveel mensen die daar staan. Dus dan ben je best wel vaak alleen. En dat kan je natuurlijk als voordeel zien, maar ook als nadeel. Want als voordeel is natuurlijk, weet je, je hebt alle ruimte. Je hoeft nooit echt met iemand rekening te houden. Maar het nadeel is dat je dus wel eigenlijk altijd heel erg alleen bent. En nooit echt, dat het heel gezellig is op stal. Het kan natuurlijk heel gezellig zijn als je met niet zo heel veel mensen staat. Maar ik vind het soms wel jammer dat er niet andere mensen bij ons op stal staan. Omdat ik natuurlijk alleen met mijn moeder ben, maar heel vaak ga ik op andere tijden omdat zij gaat. Dus dan ben ik eigenlijk alleen. En dat vind ik soms wel een nadeel. Volgende nadeel is dat je heel erg veel werk moet doen met weinig mensen. Als je natuurlijk op een best wel grote stal staat, dan heb je natuurlijk heel veel mensen die je kunnen helpen. Of helpen met het werk op het stal uitmesten, erbij, schoonmaken, stallen vegen, dat soort dingetjes. Maar bij ons zijn er natuurlijk niet zo heel veel mensen die dat kunnen helpen. En wij moeten toch elke dag bijvoorbeeld een kruiwagen en een hooi schep meenemen in de waai om het poep eruit te halen. En vaak haal je daar toch wel twee kruiwagens uit. En we moeten stallen uitmesten, stallen vegen. En ja, bij elkaar kost dat toch best wel veel tijd. En soms gaan we alleen naar stal om dat soort klusjes te doen. En niet eens om te rijden of iets anders met de paarden te doen. Wat ik ook wel eens jammer vind. Maar ja, weet je, mijn moeder en ik zijn soort van met z'n tweeën. Dus we moeten het met z'n tweeën ook doen. En dan vind ik het wel jammer dat we niet meer mensen hebben die daarmee kunnen helpen. De derde is een voordeel en dat is namelijk dat je bijna altijd een bak voor je alleen hebt. En ik vind dat persoonlijk wel heel erg fijn, want dan heb je natuurlijk allemaal ruimte om te doen in de bak wat je wilt. Je hoeft niet rekening te houden met andere mensen en ja, dat is natuurlijk super fijn. De volgende voordeel is dat er weinig regels zijn waar je aan moet houden. Natuurlijk heb je ook wel regels, bijvoorbeeld draag altijd wel een cap en dat soort dingetjes. Ik bedoel, gewoon niet te gevaarlijke dingen. Maar op maneges heb je vaak wat regeltjes dat je bijvoorbeeld niet zonder zadel mag rijden. Of bijvoorbeeld zonder hoofdstel als je nekroop kan rijden. En of bijvoorbeeld een keer zonder laars of zonder cap. Natuurlijk doet iedereen dat wel een keertje. Ik bedoel, ik heb ook wel eens zonder cap op nerf gezeten. Niet dat het heel verstandig is natuurlijk. Maar ja, dat is wel een dingetje dat je op vaak maneges en wat grotere stallen daar toch heel veel regels om zijn. Omdat vooral kleine kinderen je dan na gaan doen als ze jullie zien. Bij ons heb ik dat eigenlijk niet zo. Ik bedoel, natuurlijk moet ik wel zelf nadenken dat het niet te gevaarlijk wordt. Maar ik heb niet hele strakke regels waar we aan moeten houden. De volgende is weer een nadeel. En dat is eigenlijk dat, dat er weinig mensen zijn om mee op buitenrit te kunnen. En dat vind ik heel erg jammer. Want ik durf met Nerf niet alleen op buitenrit. Omdat ik natuurlijk het ongeluk heb gehad. En ik vind het gewoon nog spannend. En Nervie is ook best wel een beetje druk buiten. Hij is niet bang voor trekkers of dat soort dingetjes. Maar ja, als je samen bent dan is het toch net wat veiliger voor mijn gevoel. En ik en mijn moeder,
daar kan ik wel meer op buitenrit gaan. Maar ja, zoals ik al eerder zei in deze video, we gaan vaak op verschillende soorten tijden naar de paarden. Dus dan ben ik toch alleen. Dus eigenlijk kan ik wel niet op buitenrit. Een 6 is ook weer een voordeel. En dat is dat er geen openingstijden zijn. Of sluitingstijden van een manege of een stal. En bij ons hebben we natuurlijk helemaal geen openings- en sluitingstijden. Ik bedoel, ik kan desnoods blijven slapen als ik wil. En ik kan gaan wanneer ik wil. Want ja, we hebben geen openingstijden of sluitingstijden. Vaak op manege- en pensionstallen heb je dat natuurlijk wel. Nou ja, vind ik dat niet per se een heel erg nadeel of een voordeel. Maar ja, dat is wel eentje wat ik dacht van ja, misschien vinden anderen dat misschien wel een voordeel of een nadeel. Nummer 7 is voor mij weer eigenlijk een nadeel. En dat is dat je zelf moet zorgen dat er eten is voor je paard. En stro en hooi en gras en dat soort dingetjes. Op veel maneges en pensionstallen worden dat vanuit de stal zelf geregeld. Dat er hooi is en stro is en voer. En dan hoef je natuurlijk een bedrag te betalen. En ja, dat zit erin, berekend dan vaak. Nou, wij moeten natuurlijk daar zelf heel erg over nadenken van als het voer op is, dat we zelf voer moeten halen. Dat wordt natuurlijk niet ja, zomaar gehaald. Ik bedoel, wij zijn de enige op stal, dus wij moeten dat als enige nou ja, halen. En ja, qua grasindeling of in de wei heb je natuurlijk ook, moet je zelf nadenken dat je paard wel de hele zomer bijvoorbeeld nog gras heeft. En hooi, dat maken wij zelf, dus daar moet je ook zelf over nadenken. En anders moet je het zelf kopen en dan moet je ook... Ja, dat zelf nadenken dat je dat wel moet gaan kopen. Dus dat zie ik wel een beetje als een nadeel. Dat je daar zelf heel erg veel aan moet denken. Maar ik vind het niet heel erg. Maar ik zie het, ja, het kan als een nadeel gezien worden. Nummer 10 is weer een voordeel. En dat is voor mij dat ik kan bepalen of ik wil blijven slapen bij Nervion. Vaak op deze pensionstallen kan dat natuurlijk niet. Tenzij je ponykamp of zo is. Maar eigenlijk kan ik altijd besluiten om te gaan slapen bij Nerv. Want mijn opa en oma die wonen er natuurlijk. Dus ik kan gewoon bij hun slapen. En het zit ook nog eens makkelijk op de route naar school voor mij. Dus ja, voor mij is het eigenlijk heel erg ideaal om daar af en toe te blijven slapen. En dat doe ik dan ook wel. Nummer 8 is voor mij weer een voordeel, want ik kan zelf bepalen hoe lang mijn paarden buiten staan. En op manege en pensionstallen heb je natuurlijk vaak van die roosjes van, omdat er zoveel paarden zijn die niet allemaal in één keer naar de wei kunnen. Dat jullie paddocks hebben. En ja, ik heb daar eigenlijk nooit last van. Ik kan zelf bepalen wanneer Nerf naar binnen en naar buiten gaat. En dat vind ik wel heel erg fijn, want zo weet ik in ieder geval dat hij genoeg buiten komt. En hij staat nu bijvoorbeeld al 24/7 buiten en dat kan ik helemaal zelf bepalen. En dat vind ik heel erg fijn. Nummer 9 is een nadeel. Dat is dus dat er weinig ja, paarden of mensen bij ons op stal staan. Eigenlijk staan alleen mij en mijn moeders en Tamara's paarden hier. En dat zijn ook de mensen die er dan op stal komen. En dat zie ik soms wel als een nadeel, want ja, zoals ik al eerder zei, ik kan minder makkelijk met andere mensen op buitenrit of rijden. En het is minder gezellig. Ja, dus dat vind ik soms wel een nadeel. Nummer 11 is mij weer een voordeel en dat is dat je geen manege lessen hebt in de bak. En dat vind ik eigenlijk best wel fijn, want vaak moet je er natuurlijk wel rekening mee houden van als er manege lessen zijn, dat je dan niet in die bak kan rijden. Ik heb daar eigenlijk nooit last van, alhoewel mijn moeder soms wel eens les heeft en dan kan ik natuurlijk ook niet rijden. Maar vaak heeft ze echt les op het moment dat ik school heb of dan ga ik meestal kijken als ik wel thuis ben. Dus dat vind ik eigenlijk wel weer een voordeel. 12 is weer een nadeel. En dat is dat de stal over het algemeen niet de paardenboxen, maar echt de stal een stuk kleiner is. Al vind ik dat ja, wel jammer, want er kunnen natuurlijk minder paarden staan en minder mensen. Maar eigenlijk vind ik het ook niet heel erg, want ik hou best wel van wat kleiner en niet heel erg massaal en groot. 13 is weer een voordeel en dat is dat je veel vrijheid hebt in wat je kan gaan doen. Ik kan zelf bedenken of ik met Nervion een parcoursje wil gaan lopen, ga spelen in de bak of vrijheidsdressuur ga doen. Of dat ik lekker zonder zadel en zonder hoofdstal ga rijden. Of ga springen natuurlijk. Want ik hoef niet rekening te houden echt met andere mensen, behalve mijn moeder af en toe dan. Maar ja, er zijn ook wat minder regeltjes, dus ik kan zelf gaan bepalen wanneer ik al die dingen ga doen. En dat is natuurlijk ook heel erg fijn. Nummer 14 is ook een voordeel en dat is dat ik altijd kan vloggen op stal. Dat is ook voor mij in ieder geval een heel erg voordeel, want het is eigenlijk nooit druk. Dus dat betekent dat je eigenlijk altijd wel een gelegenheid is om echt te filmen en dingen goed te laten zien. En vaak op manege en pensionstallen heb je toch vaak dat het wel druk is. En dat je niet altijd, als je iets graag wil filmen en het is op dat moment super druk op stal, dan kan je dat niet filmen. En dat is dus soms ook wel heel erg jammer. Maar ja, ik heb dat hele gelukkig helemaal geen last van. Dus dat vind ik heel erg fijn. Dit is weer een nadeel. En dat is dat er eigenlijk nooit wedstrijden zijn op mijn stal.
En ik ben niet zo'n typetje die echt heel graag de wedstrijdsport in wil. Maar af en toe is een wedstrijdje rijden lijkt me best wel een keer leuk om te doen. En dan is het wel jammer dat dat dan niet op je eigen stand wordt georganiseerd. Want dat is natuurlijk lekker makkelijk en dichtbij. Ik zou dus altijd naar heel veel andere stallen moeten gaan. En omdat ik ook dan automatisch niet bij de KNS ben aangesloten, kost het mij nog veel meer geld. En ja, dat is natuurlijk wel weer jammer. Maar gelukkig heb ik ook niet de ambitie om echt in de sport te gaan rijden. Dus ik vind het eigenlijk niet heel erg. Maar je kan het wel als nadeel zien. Nummer 16 is ook weer een nadeel. En dat is eigenlijk dat je, als je op vakantie gaat, heb je natuurlijk oppas nodig voor je paard. Maar niet alleen voor je paard, maar eigenlijk ook voor je hele stal. Want ja, wij hebben dus dan 3 paarden. Dus wij moeten niet voor 1 paard oppas hebben, maar voor 3 paarden. Maar het liefst hebben we natuurlijk ook dat die oppas dan ook de wei doet en de poep uithaalt en dat soort dingetjes doen. Dus dat komt veel meer bij dan alleen een paard verzorgen. En dat kan nog wel eens lastig zijn. Voor ons hebben we gelukkig het voordeel dat mijn opa en oma dat vaak doen als we op vakantie gaan. En anders hebben wij natuurlijk ook nog wel andere mensen, weten we andere mensen die dat willen doen. Maar het kan natuurlijk wel echt wel een hele erge nadeel zijn. Omdat je niet alleen oppas voor je paard nodig hebt, maar eigenlijk voor je hele stal. En ja, gelukkig hebben wij daar op dit moment nog geen last van. Dus ja, dat is natuurlijk wel een beetje een nadeel. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En weten jullie ook nog een voor- of nadeel? Laat zeker even weten in de reactie onder. En vergeet zeker niet even in, in de beschrijving te kijken en in het linkje van Zoobio te kijken. En heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!